Als onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project wordt in de komende weken gestart met de ontwikkeling van het nieuw op te richten Delfstoffen Instituut Suriname. In dit kader houdt een team van consultants workshops om tot een strategie voor het ontwikkelingstraject te komen. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen viel op woensdag 9 maart de eer te beurt de eerste workshop te openen. Een aantal jaren te komen tot een Delfstoffen Instituut. Het is ons nog niet gelukt, initiatieven vanaf de jaren 90. Nu hebben we met ondersteuning van de Wereldbank in het kader van het SCSD-project, Competitive and Sector Diversification, proberen we om uiteindelijk te komen tot het Delfstoffen Instituut. En het instituut zullen de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, GMD, maar ook het Bauxiet Instituut Suriname, BIS, en de unit ordening goudsector worden ondergebracht. Wij denken dat met zo'n instituut en met de nodige human resources, de nodige capaciteit, maar ook het institutionele, dat wij tot een sterker instituut kunnen komen, een instituut dat ready zal zijn om de uitdagingen in de mijnbouwsector zeker in de komende jaren te kunnen aangaan. Wat wij willen dat onze mijnbouwsector competitief sterker is, sterker kan performen. En de basis daarvan is ook het hebben van een goed draaiend mijnbouwinstituut. Het voorwerk is al een tijdje gaande. Het start zijn van het project is vorig jaar gegeven. Het is een project waarin ook het ministerie van ESOTI participeert. Ik zei het al, met financiering van de Wereldbank in de vorm van een lening. Het traject waarmee we nu bezig zijn, wij denken dat we een jaar nodig zullen hebben om dit traject te kunnen afsluiten. Maar dan komen er andere zaken aan de orde, vooral het juridisch kader moet heel duidelijk zijn. En uiteindelijk zal het ook voorgelegd moeten worden aan de Raad van Ministers, Staatsraad, en uiteindelijk moet het belanden bij de Nationale Assemblée. We hebben in het project van het Delfstoffen Instituut is er een lening van het Wereldbank waarbij er 6 miljoen gededicateerd is aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen voor het opzetten van een Delfstoffen Instituut. En in dat kader zijn er dan verschillende projectonderdelen. En een van de projectonderdelen hierin is dan een Change Management Advisor. En deze Change Management Advisor die zorgt ervoor om de diverse 6 stakeholders en groepen direct betrokken bij het, zeg maar, het opzetten van het Delfstoffen Instituut bij elkaar te krijgen, hun feedback te krijgen en samen dan te verwerken, zodat, weet je, we richting het opzetten kunnen gaan van het Delfstoffen Instituut. De afgelopen dagen heeft hij dan met diverse stakeholders gesproken. Het OGS, de GMD, Bauxiet Instituut, zeg maar, Emigles, de NIMOS, ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Maar ook diverse stakeholders bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zelf, waaronder ook de minister, als ook de directeur en onderdirecteur. De bedoeling van deze workshop is dat we iedereen bij elkaar brengen, dus alle stakeholders, en dat we dan gerichter gaan werken, zeg maar, om de juiste input te krijgen om richting het Delfstoffen Instituut te gaan. Dus dat is, zeg maar, heel kort dan het doel van deze workshop. En als je Delfstoffen hoort, dat is zo direct gerelateerd aan Suriname, aan de mijnbouw, de natuurlijke hulpbronnen van Suriname. Dus een Delfstoffen Instituut zonder de natuurlijke hulpbronnen van Suriname, dus de mijnbouwsector, is something you cannot have. Dus beide zijn gewoon gerelateerd aan elkaar. Dus mijnbouw, Delfstoffen, dat is iets dat gewoon bij elkaar hoort. Dus het is eigenlijk de bron
het hart van het hele instituut. Dus de mijnbouwsector is gewoon eraan gerelateerd. Dit project, wel, we hebben ons mijnbouwdecreet van 1986. En daarin staat dus als men onze natuurlijke hulpbronnen, die eigendom zijn van de staat, wil verkennen, exploreren, exploiteren, moeten ze dus legaal dan een mijnbouwrecht aanvragen bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst. Dus om dat te kunnen verkrijgen is er een heel proces dat teweeg gaat hiermee. En daarom moet men dan de mijnbouw gebruiken bij dit heel ding van Delfstoffen Instituut. Omdat dus de GMD, Ordening Goudsector, Bauxiet Instituut, die allemaal dus nu apart zijn, dat zij dus daarin geïntegreerd zullen worden. En dan heb je dus dat dan op een gegeven moment de aanvraag voor een mijnbouwrecht dan bij het Delfstoffen Instituut zal moeten geschieden. Dus vandaar dat wij gewoon het mijnbouwsector en de legale manier van verkrijging daarin hebben